We hebben bij Excelsior al wat dingetjes veranderd. In nuance, ook in opbouw. Ook omdat we in de opbouw best wat moeite hadden in de wedstrijd tegen Volendam. Daar hebben we al wat dingen veranderd. Maar uiteindelijk kan je dat invullen met een aantal poppetjes. En daar kijken we intern naar en dat gaan we morgen zien. Daarvoor heb je natuurlijk een hele goede reeks. Dus we moeten ook niet alleen maar in het negatieve denken. Maar we moeten wel natuurlijk gewoon kritisch zijn en kijken waar we beter kunnen. En dan hopelijk een goed resultaat. Ja. Kijk, de doelstelling blijft hetzelfde. Play-offs halen blijft een doelstelling. En de serie die we de laatste weken hebben gehad, de 7 wedstrijden, levert uiteindelijk ook stapjes op de stand. Nou, dan gaan bij veel mensen misschien ook meteen de verwachtingen omhoog als je 4e staat. En mensen roepen, ja, als je nu wint, dan dit en dat. Nou, wij moeten gewoon zorgen dat we bij onze doelstelling blijven. En natuurlijk willen wij deze wedstrijd wel meer thuis winnen. Hè, want we willen uiteindelijk aan de stand ook meedoen om de plekken uiteindelijk voor de play-offs. Ik denk dat we best wel een team hebben die echt bereid zijn en die werken voor elkaar. Alleen echt het echte voetbal, zeg maar, en het kapot spelen van een tegenstander, dat kan gewoon nog beter. En als je het ziet, soms in de trainingen denk ik van, hey, we hebben best wel een hoog niveau. Alleen, ja, dat moet dan ook eruit.